Goed, 11:01. Ik hervat de vergadering en dan gaan wij starten met de eerste termijn aan de zijde van de initiatiefneemster, mevrouw Van der Werf en de minister. Mevrouw Van der Werf, aan u het woord. Voorzitter, let's talk about seksueel geweld. Ik wil alle collega's die hier vandaag zijn danken voor het feit dat zij precies dat hebben gedaan. Want als ik naar de zaal kijk, naar de aanwezigen, dan kan ik u vertellen, u kent allemaal iemand die dit is overkomen. Meerdere zelfs. 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen is ooit verkracht. En 1 op de 3 kinderen onder de 18 heeft ooit te maken gehad met seksueel geweld. En dat deze omvang moeilijk voor te stellen is, dat komt natuurlijk ook omdat wij het er heel weinig met elkaar over hebben. En dat is heel begrijpelijk als je bedenkt dat in ruim 80% van de gevallen van seksueel geweld de dader een bekende is of zelfs een familielid van het slachtoffer. En gelukkig zijn er veel dappere vrouwen en mannen die hun verhaal wel durven delen. In de hoop dat ze het daarmee makkelijker maken voor anderen. 4 van hen waren zelfs zo dapper om dat hier te doen. In de Tweede Kamer. Maar ik denk ook aan degene die na die ronde tafel 1 op 1 naar mij toe kwamen. Bekenden van wie ik niet wist wat zich bij hen thuis heeft afgespeeld. Hun verhalen waren de aanleiding om deze initiatiefnota te schrijven. Om iets te doen aan een van de lelijkste dingen die een mens kan overkomen. Seksueel geweld. Voor de slachtoffers is onveiligheid niet iets wat zich in de grote buitenwereld afspeelt. Maar iets heel ingewikkelds, iets persoonlijks, iets heel dichtbij. We hebben een verantwoordelijkheid om mensen te behoeden voor dit onheil. Kinderen te informeren over wat wel en niet normaal is. En slachtoffers duidelijkheid te bieden over hulp. Om te zorgen dat het laagdrempelig is. En omdat ik wil dat daders de straf krijgen die zij verdienen. En dat, voorzitter, is een strijd van de lange adem. Dus ik wil graag overgaan op de beantwoording van de vragen die door de Kamer gesteld zijn. En daarbij zal ik de volgorde van de nota aanhouden. Dat begint met preventie, vroegsignalering en veilige gezinnen. Dan ga ik naar het kopje versterken van de hulpverleningsstructuur, effectieve aanpak en erkenning. En overige belangrijke vragen, zoals de minister zou zeggen. En als je in dat vakje valt, dan weet je dat je het helemaal hebt gemaakt, voorzitter. Dan ga ik naar blok 1. Preventie, vroegsignalering en veilige gezinnen. De VVD die vroeg een hele terechte vraag. Die kerndoelen aanscherpen, is dat genoeg? Het is een begin. En ik denk dat het de vrijblijvendheid wegneemt. Want je hebt natuurlijk wel een stok achter de deur voor met name de onderwijsinspectie om te toetsen of het ook gebeurt. En daar ligt natuurlijk een hele belangrijke rol, maar ik ben het met mevrouw Michon eens. Het is een eerste stap in een goede richting. Voor het basisonderwijs zijn er nu 3 erkende interventies in een doorlopende leerlijn. En dat zijn die kriebels in je buik. Dat is door 23% van de scholen gebruikt. Dat is van Rutgers. Je hebt veilig wijs. Dat is door 5% van de scholen gebruikt. Zorg voor seksualiteit. En wonderlijk gemaakt. Dat wordt door 10% van de scholen gebruikt. Dat is van 3-star educatief. En dat betekent inderdaad dat meer dan de helft van de scholen op dit moment geen erkend lesmateriaal gebruikt. Laat staan dat het structureel wordt aangeboden. Dus ik ben blij met de toezeggingen van het kabinet. Maar ik hoor ook heel graag hoe die erkende interventies dan gefaciliteerd kunnen worden. Blijft wel overeind staan dat ik denk dat die aanscherping ook een stimulans kan zijn om die lespakketten breder bekend te maken, om ze uit te breiden. Want het gaat mij er niet om dat iedereen hetzelfde lespakket gebruikt. Dat kan je in het onderwijsveld in Nederland, hoe dat er nu uitziet, ook niet verwachten. Want scholen kiezen nou eenmaal voor hun eigen signatuur en hun eigen stijl. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je in die verschillende signaturen niet verschillende lespakketten die bewezen effectief zijn, zou kunnen maken. Dus dat is een antwoord op uw vraag. Voorzitter, universiteiten die heb ik niet bewust buiten de nota gehouden. Het is denk ik wel zo dat binnen de nota we heel erg focussen op seksueel geweld, met name binnen gezinnen en met bekenden. En dat ik vond dat de groep jongeren, echt kinderen, daarbij onderbelicht zijn gebleven. En dat is de reden dat ik die universiteiten niet specifiek heb genoemd.
De commissie Hendricks, daar vroegen we ook naar, is dat rapport van de commissie betrokken. Die kwamen in december pas en mijn nota is in november naar de Kamer gegaan. Dus ik heb daar wel over nagedacht of daar nog een alinea of kopje bij zou moeten, maar dat konden we simpelweg op dat moment nog niet meenemen. Even kijken, dan vroegen de VVD en de PvdA naar een reflectie op lentekriebels. Nou, volgens mij is dat een hele goede manier om kinderen kennis te laten maken met het aangeven en het herkennen van grenzen. Het is eigenlijk een soort projectweek voor veel scholen die daar vrijwillig aan meedoen en ook zelf kiezen hoe ze dat die week vormgeven. En er is helaas heel veel onzin over dat programma de wereld in geholpen. Ook door partijen hier uit de Tweede Kamer die het wel nodig vonden om voorbeelden bij het vragenuur te noemen die niet kloppen. Maar niet de moeite hebben genomen om vandaag naar dit debat te komen, terwijl dit onderwerp gewoon hier wordt besproken. Dus dat vind ik heel kwalijk. En vooral voor kinderen die deze week echt keihard nodig hebben en daarin ontdekten dat er bij hun thuis misschien iets aan de hand is wat helemaal niet klopt. Ik zag verschillende nieuwsberichten van meisjes die naar hun juf waren gegaan en waarbij seksueel misbruik aan het licht is gekomen. Dus één geval is er één te veel. En ik ben heel blij dat we dat met dit soort programma's kunnen voorkomen. Dan, voorzitter, blok 2. Het versterken van de hulpverleningsstructuur bij seksueel geweld. De VVD vroeg, moet het Centrum voor Seksueel Geweld niet ook lokaal gefinancierd worden? Ook een suggestie voor de dekking daarvan. En of dat niet leidt tot de wens van centrale financiering, of die wens niet leidt tot het tekort, tot het korten van andere initiatieven? Dat vroeg mevrouw Mütler. Nou, een aantal dingen. Ik heb begrip voor de aanvankelijke reactie van het kabinet dat die landelijke financiering voor een onlogische knip zou zorgen. Maar ik denk dat het niet alleen maar gaat om lokale initiatieven. Wat je ziet wat het CSG op die 16 locaties doet, is ook wel echt wat anders dan wat er bijvoorbeeld landelijk gebeurt. Er worden in die landelijke functies worden steeds groter beroep op gedaan. 33% meer slachtoffers in 2021 dan in de jaren daarvoor. Ik begreep van het CSG zelfs dat er in 2022 een stijging van 54% was. Dus dat zijn ruim 15.000 mensen vorig jaar geholpen. En ook dat het eigenlijk steeds meer een soort vragenbaak is voor ook professionals uit het onderwijs en het zorgveld. En dus niet alleen maar voor slachtoffers die om een doorverwijzing vragen. En dat gaat dus om de functie van het telefoonnummer. Dat 24/7, dat 0800 0188 beschikbaar is. En ja, daarvan kan je lastig zeggen dat het een regionale functie is die dus eigenlijk onder die centrumgemeente zou moeten worden bekostigd. Nou, met de komst van dat Nationaal Actieprogramma. Voordat u dat doet, ik heb een interruptie. Nee? Oké, mevrouw Moederwerf. Met de komst van het Nationaal Actieprogramma en de wet seksuele misdrijven zal die vraag denk ik alleen nog maar verder toenemen. Want je ziet dat het onderwerp steeds meer onder de aandacht is. Dat steeds meer mensen ook achteraf zeggen, ik wil toch nog hulp en op zoek gaan naar contact. Dus ik denk dat je nog steeds zou moeten zeggen dat die landelijke functie versterkt zou moeten worden. Volgens mij hoeft dat niet te bijten met subsidies aan anderen. Wat natuurlijk wel zo is. We hebben natuurlijk ook gezien dat je op dit terrein, om het zomaar even oneerbiedig te zeggen, een hele hoop chageraars rond hebt lopen die heel erg weinig verstand van het onderwerp hebben. Als je googelt op hulp, dan kom je niet alleen maar op het CSG terecht, maar ook op een hoop mensen die eigenlijk zomaar wat doen of zichzelf als een soort arts benoemen, terwijl we dat eigenlijk ook niet zouden willen. Dus ik denk dat welke financiële hulp dan ook gelieerd zou moeten zijn aan kwaliteitseisen, aan samenwerken met andere instanties. Maar ik denk ook dat je niet moet vergeten dat iets als het Centrum Seksueel Geweld, dat is natuurlijk niet een club die in een soort toren van alles zit te doen. Dat is natuurlijk ook een soort spin in het web. Het is niet alleen een vraagbaak, maar het is ook iemand die zegt, u moet naar de politie, u zou naar de zorg moeten. En voor u kunnen we op zoek naar passende hulp op het gebied van het strafrecht of de politie. Dus
Ik denk dat dat belangrijk is om dat wel even te benoemen, dat we het niet alleen maar als een soort organisatie aan zich zien. De VVD en PvdA vroegen ook naar de keuze... Dit onderdeel. Nee, laat even via u, voorzitter, mijn collega uitpraten. Want ik wil graag met haar meedenken over het CSG, die ik zelf een warm hart toedraag. En ook zie dat zij veel meer slachtoffers moeten gaan helpen. Maar hoe moet ik, voorzitter, via u ook die landelijke financiering zien? Omdat je nu via de DUVO-middelen, de doeluitkering vrouwenopvang, geld naar centrumgemeenten stuurt. Die moeten dat verdelen. En ik heb in de praktijk ook gezien dat het CSG altijd net iets minder krijgt. Het geld is altijd te weinig om alle initiatieven via de DUVO-middelen te ondersteunen. Of je moet CSG uit dat DUVO-middel halen. Maar dan gaat het ten koste van andere initiatieven. Of je gaat het landelijk financieren. Maar goed, de JNV heeft ook een begroting, dus dan gaat het ook ergens ten koste van. Dus ik wil wel, maar de vraag is, en hoe? Want dan zou je extra middelen moeten uittrekken. Want ik denk dat mijn collega-voorzitter wel gelijk heeft. Als ook die Europese richtlijnen onze kant op komen, moeten wij ook iets met het CSG als het gaat om geweld tegen vrouwen bestrijden. Dus het is een vraag aan mijn collega Van den Werf, hoe we dat gaan fixen, want ik wil het fixen en ik wil meedenken. En hoe dan? En die vraag hoop ik... Ik hoop dat de minister straks ook op deze gedachtenkronkels die ik heb ingaat. Dank u wel. De initiatiefnemer. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb hier natuurlijk zelf ook over na zitten denken. En ik denk, als je kijkt naar de vraag die toeneemt... En als je kijkt naar de structuur, dat je twee dingen kan doen. Je kan richting de begroting anticiperen op die toenemende vraag... Want als het afgelopen jaar om 15.000 mensen ging en je ziet een behoorlijk stijgende lijn, dan kan je volgens mij niet meer aan de achterkant blijven rommelen in de marge. En je kan dus kijken naar de opzet van die club, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Want er zitten gewoon een aantal takken aan waarvan je met heel goed recht kan zeggen, dit is, vervult een landelijke functie. En er zitten een aantal takken aan waarvan je kan zeggen, hierbij is het logisch om de lokale samenwerking voor te zetten. Waarbij je dan wel een bepaalde zekerheid wil inbouwen dat dat ook kan blijven gebeuren. Want ook daar zal de druk toenemen. Dus ik denk dat we dat allemaal zien. En ik denk dat dat ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Niet alleen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar dat dat ook een integrale aanpak behoeft. Waarbij iedereen zou moeten kijken naar hoe kan je daar nou aan voldoen. Want je kan niet enerzijds als kabinet en als Kamer zeggen, we willen slachtoffers zo goed mogelijk helpen, en vervolgens achterwege blijven als de club die daar vooraan staat het steeds meer het water aan de lippen heeft staan. Mevrouw Moedwaar. Dank voor het antwoord. Nogmaals, ik wil heel graag dat de CSG geborgd wordt. Dus dat kan zijn, hoor ik mijn collega zeggen, hetzij door in de begroting extra middelen aan de DUVO toe te voegen, zodat centrumgemeenten dat kunnen doen. Dat zou kunnen. Je zou hem landelijk kunnen organiseren. Maar ik ben op zoek naar het hoe. En in een van mijn vragen die ik ook stelde, in Amsterdam en Rotterdam zie je hele mooie initiatieven ontstaan met één centraal punt waar meerdere disciplines bij elkaar werken. Want het lijkt me ook wel heel interessant om dat eventueel goed te financieren. Dus er zijn meerdere wegen. Ik ben zelf er nog niet uit welke weg het beste is. En ik hoop dat mevrouw Van den Werf daar nog één keer op kan reflecteren. En ik weet dat die lastig is. En anders moet de minister, denk ik, daar wat licht op werpen. Mevrouw Van den Werf. Ja, twee dingen. Ik denk dat... Ik vind het zelf lastig vanuit mijn plek, die natuurlijk eigenlijk hetzelfde is als uw plek, maar ik zit hier toevallig vandaag, om te zeggen hoe dat geld het beste gestuurd kan worden. Ik vind dat wij moeten gaan over dat we het willen. En we kunnen suggesties doen, maar we gaan niet over de uitvoering. Dus ik denk dat de minister misschien iets over die DUVO-uitkering zou kunnen zeggen. Wat wel goed is om nog even aan te vullen, in de wet seksuele misdrijven is eigenlijk al 1 miljoen vrijgemaakt voor die regionale functie. Dus daar zit al wel een plukje geld. Het is de vraag of het voldoende is. Het is de vraag of het structureel voldoende is. Maar daar zit wel in ieder geval een begin. Dank u wel. Mevrouw Michon Derksen. Ja, voorzitter, ook op het punt van de CSG, waar we het nu over hebben, en de financiering. Kijk, daar
vroeg ik in mijn bijdrage naar dat ik ben zeer te spreken over de rol van de CSG. Maar zou ik weer niet zeggen, de CSG is de enige of het enige loket die dit kan doen. En als je de nota van initiatiefneemster erbij pakt, dan zegt zij zelf, er zijn nog steeds veel verschillende meldpunten waar slachtoffers naartoe kunnen zonder de professionaliteit en de multidisciplinaire hulp die het CSG biedt. En ik denk dat het goed zou zijn wel om hier vandaag met elkaar vast te stellen, ik hoop dat initiatiefneemster dat bevestigt, dat er meerdere loketten kunnen zijn, dat het ook juist van belang is om die zowel landelijk als lokale inbedding te hebben, en dat het er vooral naar moeten kijken wat slachtoffers ook zelf het liefst wensen. En ik denk ook dat het zullen ook veel mensen juist in dit gedeelte geïnteresseerd zijn, dat het van belang is om dat met elkaar, ik zou het mooi vinden als we dat als Kamer breed ook onderschrijven. Dank u. De initiatiefnemster. Ja, korte reflectie hierop. Volgens mij willen mevrouw Michon en ik hetzelfde. En dat zijn twee verschillende dingen. En die kunnen naast elkaar bestaan. Enerzijds wil je volgens mij dat zorgveld een beetje opschonen. Wil je daar met de stofkam doorheen en zorgen dat alle wiggelroedelopers en de tante Annie's, ik zeg het weer even bewust oneerbiedig, dat je daar niet mensen naartoe stuurt die iets heel heftigs hebben meegemaakt en vervolgens slechte hulp krijgen. Anderzijds wil je natuurlijk ook niet vanuit de Kamer bij voorbaat zeggen, er moet een monopolie komen voor één organisatie die wij de komende 50 jaar gaan helpen. En er zijn geen enkele voorwaarden aan verbonden. Dus je moet volgens mij sturen op kwaliteit, op samenwerking met elkaar en op bepaalde functies die zij kunnen leveren. En op dit moment ziet het eruit dat het CSG de organisatie is die speel in het web functie op dit moment oppakt. En ik blijf ook wel even benadrukken, deed ik net ook al tegen mevrouw Mütler. Het is natuurlijk ook niet meer dan een samenwerking tussen artsen, politie en hulporganisaties. Dus het is voor mensen die hulp zoeken ook niet zo dat ze dan per definitie niet doorverwezen kunnen worden. Want er zijn natuurlijk ook gewoon hele verschillende vragen voor mensen voor wie iets heel kort geleden of iets heel lang geleden is gebeurd. Daar refereerde u volgens mij ook al naar. Waarbij het CSG ook kan zeggen van nou, dan kunt u beter daar naartoe. Mevrouw Michon Derksen. Ja, voorzitter. Ik ben het met mevrouw van der Werven eens. Ik zou iets andere woorden kiezen. Maar juist dat ene netwerk wat nodig is, hè, vanuit perspectief voor de slachtoffer, dat werkt nog niet overal even goed. Dus ik zou ook in de discussie over financiering ook vooral willen benadrukken dat het van belang is dat dat netwerk goed werkt. En dat daar iedere, wat mij betreft, hulporganisatie die dus bewezen kwalitatief voldoende is, die dus daar ook voor wordt gefinancierd. Dus een hulporganisatie die daar evidence-based manier werkt, die wordt wat mij betreft gefinancierd. En dan werken de hulporganisaties met elkaar in een netwerk samen. En dan kan je natuurlijk als slachtoffer misschien bij A binnenkomen of bij H. Dat maakt eigenlijk niet uit. Ze weten van elkaar wat dat slachtoffer dan het beste, waar hij het best mee geholpen is. En ik zou, voorzitter, dat gegeven deze ochtend graag uit willen stralen. Dat daarmee ook die hulporganisaties, de kwalitatief goede hulporganisaties, vooral uitnodigen om met elkaar samen te werken, om zo voor te zorgen dat de slachtoffer altijd krijgt wat hij of zij nodig heeft. Dank u wel. De initiatiefneemster. Volgens mij sluit dat ook heel erg aan bij wat het Verwij Jonker Instituut heeft gezegd. Hè? Dat slachtoffers meer begeleiding nodig hebben naar de juiste hulp. En op dit moment zie je dat er heel veel verschillende hulp bestaat, waarbij je bij sommige initiatieven af kan vragen of het echt mensen helpt, en een aantal er heel erg goed zijn. En in dat woud kunnen we nog meer duidelijkheid scheppen. En dat gaat dus ook verder dan het overzicht bieden aan welke verschillende organisaties er zijn. Maar echt informeren over mogelijke vervolgstappen en specifieke situaties die ook ander soort begeleiding of advies kunnen bieden. En dat is volgens mij ook de multidisciplinaire hulp die het CSG op dit moment tracht aan te bieden. Maar ik denk dus dat je heel erg moet kijken naar de hulpvraag die er neer wordt gelegd. En dat je ook van partijen mag verwachten dat zij daar optimaal naar elkaar kunnen doorverwijzen. Voorzitter, de Partij van de Arbeid vroeg mij naar een reflectie op het herstelrecht. Ik denk dat het een route is die weinig mensen kennen.
En als je kijkt naar de groep slachtoffers en hun relatie tot de dader... dan zie je er in sommige gevallen ook dat mensen er bewust voor kiezen... om niet die route van het strafrecht op te gaan. Omdat het voor hen te heftig is dat die bekende of dat familielid... een gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Of dat ze dat misschien wel zouden willen... maar dat ze zelf geen zin hebben in een jarenlang juridisch gevecht. En dat zijn nou specifiek gevallen waarbij dat herstelrecht... en ook mediation, waar had u het volgens mij over... een hele grote meerwaarde kunnen hebben. En waarbij ik denk dat we nog iets aan de bekendheid daarvan kunnen doen... En dat is eigenlijk vooral dus bij die slachtoffers van seksueel geweld een hele belangrijke groep. En we hebben ook nog geen signalen gekregen dat organisaties de vraag niet aan zouden kunnen. Ik denk dat het omgekeerd is. Ik denk dat nog steeds een groeiende groep mensen zoekt naar andere opties die nu dus niks doen. Want eigenlijk wil je tussen niks doen en de weg van het strafrecht... wil je dat grijze gebied, daar kan volgens mij nog een hoop gebeuren. Maar dan moeten we wel, ook in het licht van het aantal toenemende zedenzaken... mensen op die mogelijkheid wijzen. Dus ik denk dat een heel goed idee is, voorzitter. Dan kom ik bij het blokje overige vragen. De VVD die vroeg naar de wettelijke grondslag voor een nationaal rapporteur... volgens mij is het heel belangrijk om voldoende mogelijkheden voor het uitwisselen en het verwerken van gegevens te hebben. Dat heb ik ook in de beantwoording op uw schriftelijke vragen daarop aangegeven. En ik verwelkom de voorstellen om de werkzaamheden van die nationaal rapporteur te ondersteunen. Dus ja, wat ons betreft is daar een positieve grondhouding voor. Nu het wetsvoorstel seksuele misdrijven in een vroeg stadium is en mogelijk naar aanleiding van de consultatie in het advies van de Raad van State nog wat zou veranderen, zouden we dat hierbij ook mee kunnen nemen. En zodra het definitieve voorstel naar de Kamer komt, dan kunnen we als fractie ook beoordelen wat het advies is op dit punt. Dan vroeg mevrouw Mutluer nog hoe dit voorstel van ons zich verhoudt tot het werk van de regeringscommissaris. Nou, ook een terechte vraag. We zijn natuurlijk heel blij dat zij er is. En ook om dat gesprek met de samenleving veel breder dan alleen seksueel geweld ook duurzaam te faciliteren. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je tegelijkertijd vanuit de Kamer... zelf de handschoen oppakt op het moment dat je als Kamerlid dingen ziet gebeuren waarvan je denkt... hier schiet op dit moment het beleid gewoon nog tekort. Wij hebben natuurlijk in 2021 al dat gesprek gehad hier, die ronde tafel. Ik weet niet of u al in de commissie Justitie en Veiligheid zat toen. Maar toen hadden we die slachtoffers van seksueel geweld hier op bezoek en ook de experts. En heel veel suggesties gehoord van wat ontbreekt er nog in de praktijk. En toen hebben wij, ik en mijn medewerker hiernaast, de handschoen opgepakt om dit stuk te schrijven. Pas daarna werd ook die regeringscommissaris ingeschakeld. En dus dat is in de volgorde de dingen waarom we dat toen al hebben opgepakt. Als je nu kijkt naar het stuk dat er vanuit de commissaris ligt, dan is er denk ik ook wel een verschil in focus te zien. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk van een andere categorie dan seksueel geweld. En het ontloopt elkaar niet helemaal. Je kan niet met een schaartje knippen wat het een of wat het ander is. Maar wij zijn heel bewust op de lelijkste kant van dit verhaal gedoken. En echt op seksueel geweld hebben wij ons gefocust. En ik ben heel blij dat er nu een integraal en een uitgebreid plan ligt. En volgens mij hoeven die elkaar ook niet te bijten. Je ziet hiervoor natuurlijk ook al dat dit een onderwerp is dat bij verschillende ministeries ligt. En soms heeft dat elkaar ook vertraagd in het verleden. Hebben dingen gewoon heel erg lang geduurd. Maar ik hoop dat met de urgentie die de commissaris dit onderwerp ook geeft, dat dit wellicht in de toekomst ook sneller goed zou gaan. En ik zou het gewoon zonde vinden als we... als we niet allebei met ons werk verder kunnen. Ik kijk eventjes naar... dank ook voor de beantwoording van de vragen, initiatiefnemster. Kijk even naar de Kamerleden. Volgens mij zijn alle vragen aan initiatiefnemster beantwoord. Geen overige vragen, behalve dan waarschijnlijk aan de minister. Dan gaan we daar naartoe. De minister Jessicus de Grillius, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. En laat ik ook beginnen met een dankwoord gericht aan de initiatiefneemster. Veel dank voor het indienen van deze belangrijke nota. En ik moet zeggen, die plek staat u goed. Maar goed, dat is even een side note. Want het gaat over een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Dat is de aanpak van seksueel geweld.
En daarbij is de betrokkenheid die uit de initiatiefnota spreekt onontbeerlijk. En wat mij ook heel erg aanspreekt aan de nota van mevrouw Van der Werf, is de brede benadering die ze daarin kiest. Terecht merkt zij op dat seksueel geweld uitsluitend effectief kan worden bestreden met een integrale aanpak. En daar ging het net tegen het einde ook over. Als je dat slim doet, kun je heel ver komen. En veel verder dan als je het geïsoleerd zou doen. Met een aanpak die breed alle niveaus van ons samenleven betrekt. Het onderwijs is aan zet, werkgevers zijn aan zet, bestuurders zijn aan zet, de politiek is aan zet. Dat betekent de samenleving at large is aan zet. En voorzitter, de laatste jaren wordt steeds duidelijker hoe wijdverbreed seksueel geweld in onze samenleving is. Mevrouw Van der Werf voert zelf in haar nota al statistieken op waar je alleen maar stil van kunt worden. Uit de recent gepubliceerde prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt dat in 2022 13% van de bevolking van 16 jaar en ouder, dat zijn dus ruim 1,8 miljoen Nederlanders, slachtoffer van één of meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is geweest. In de afgelopen 12 maanden. 2% van de bevolking van 16 jaar en ouder, dat zijn dus 270.000 personen, werd hiervan structureel slachtoffer. Dat wil zeggen op maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse basis. De brede prevalentie van seksueel geweld kan alleen maar worden voorkomen en bestreden met een brede reactie. Zoals de Kamer weet, heeft het kabinet er een absoluut speerpunt van gemaakt om seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag breed en effectief aan te pakken. De kernpunten van het beleid zijn inmiddels bekend. Op 13 januari, jongstleden, heeft uw Kamer het Nationaal Actieprogramma Seksueel Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag ontvangen, dat onder regie van de ministeries van OCW en SZW tot stand gekomen is. Vorig jaar is ook de regeringscommissaris begonnen, mevrouw Mariette Hamer, en die heeft om de regering gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op de aanpak die de komende jaren verder wordt vormgegeven. Op 24 mei aanstaande spreekt uw Kamer verder over het Nationaal Actieprogramma. Daar is het commissiedebat dat daarover gaat. En ik zal een paar vragen ook naar dat debat verwijzen, maar ik zal er ook straks natuurlijk op ingaan. Want ook bij mij, ook op ons eigen departement bij JNV, worden talrijke initiatieven ontplooid om het net rond daders van seksueel geweld te sluiten. En te voorzien in betere en effectieve bescherming van slachtoffers. In uw Kamer ligt inmiddels het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Dat voorziet in de noodzakelijke aanpassingen van ons strafrecht om seksueel geweld breder strafbaar te stellen. En voorzitter, ik weet dat er al heel veel over gezegd is, maar ik zou het graag willen herhalen vanwege het belang. Onvrijwillige en ongelijkwaardige seks is altijd strafwaardig, ongeacht of er sprake is van het gebruik van dwang, geweld of bedreiging door de pleger, dan wel of het slachtoffer zich heeft verzet. Om die reden kijk ik in het bijzonder uit om binnen afzienbare termijn met uw Kamer ook te debatteren over de nieuwe uitgebreide strafbepalingen van aanranding en verkrachting. Voorzitter, dat gezegd hebbende, nu richting de antwoorden. Ik zal beginnen met strafrecht, politie en daarna het een en ander over het actieprogramma. De eerste vraag die ik hier voor mij heb is van mevrouw Michonne Derksen. En zij zegt, wanneer komt de beleidsreactie op het rapport tussen ongeloof, ondersteuning en opsporing over georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen? Wij streven ernaar om, om de beleidsreactie voor de zomer bij u te hebben. Vervolgens achterstanden bij de zedenrecherche. Dat was onder andere meerdere vragen, maar van mevrouw Michonne ook. En zij verwees naar het voorbeeld van Midden-Nederland en zei, kun je dat niet, waarbij men aan de slag is gegaan met het wegwerken van de achterstanden, kunnen we dat niet op andere plekken toepassen en hoe staat het ermee? Om te beginnen, en daar hebben we het met elkaar in een ander commissiedebat ook over gehad, dat was voor mij ook leerzaam om eerlijk te zijn. Blijkt dat in elke regio men natuurlijk met andere achterstanden te maken heeft. Dat is niet zo gek. Of gek, niks is gek, maar dat is te verwachten. Maar dat men ook gewoon met specifieke uitdagingen en problematiek te maken kan hebben. Dus het is heel lastig om te zeggen, nou daar werkt iets, dus rol dat maar uit over het hele land. Dat is wat ik eigenlijk probeer te zeggen. En om achterstanden weg te werken, heeft een groot aantal eenheden bijstand georganiseerd en gekregen van onder andere de KMAR, rechercheurs die op andere gebieden werkzaam zijn en vrijwilligers. En dat betekent dat onder meer in de eenheden Noord-Holland, Oost-Nederland, Limburg, Oost-Brabant, Zeeland, West-Brabant, Noord-Nederland, Den Haag en Midden-Nederland dat gebeurd is. De politie werkt bij de aanpak zedenzaken zo effectief mogelijk. Dus ook met andere disciplines binnen de politie en alternatieven die bij de aanpak van zeden kunnen helpen. Allemaal gericht op het terugdringen van de werkvoorraden.
De mogelijkheid van de afspraak in de huidige CAO van de politie dat voor het domein zeden ook deskundigheid extern kan worden geworden, zal ook een bijdrage leveren aan de snelheid in het wervings- en selectieproces. En ik zal ervoor zorgen, want de vraag ging natuurlijk nu heel specifiek over hoe staat het ermee en hoe zien we dan die uitrol van al die elementen. In juni zal ik de laatste stand van zaken ook weer rapporteren aan de Kamer in het halfjaarsbericht van de politie. Dus daar wordt heel hard aan gewerkt en dat zal voorlopig ook wel de situatie blijven. Dan mevrouw Moedler, op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan de motie Klaver? Wat is de totale capaciteit? Met de motie Klaver wordt de formatie uitgebreid. En in de vraag van mevrouw Moedler ging het ook bijvoorbeeld over mensen die uitstromen vanwege pensioen of andere redenen. Er zal altijd sprake zijn van natuurlijk verloop. Medewerkers krijgen een andere baan of gaan met pensioen. En het werven en selecteren kost tijd. De bezetting fluctueert dus daardoor altijd. En de extra gelden voor de aanpak van zeden worden niet gebruikt, zoals even de politievakbonden stelden of leken te stellen, voor de vacatures die gepensioneerden achterlaten om dat op te vullen. Daar wordt het niet voor gebruikt. In het halfjaarbericht van politie in juni aanstaande zal ik inderdaad daar ook op nader ingaan. Ik ga even door. Voordat u dat doet, heb ik een interruptie van mevrouw Moedler. Ik was wat kritischer in mijn vraagstelling, omdat er een hoopvolle perspectief was geboden in een eerdere brief van de minister dat 40,5 FTE zou zijn aangesteld en dat we op koers liggen als het gaat om het besteden van de klavergelden. En het Argos-onderzoek zegt het tegenovergestelde. Die geeft aan dat tegenover de 7 miljoen die beschikbaar was voor extra zederechercheurs, er een structurele investering is gedaan van bijna 1 miljoen per extra inzetbare zedenrechercheurs. Dus dat het perspectief, het hoopvolle perspectief wat geboden is door de minister, een papieren werkelijkheid is. Ik wil dat de minister daar op reageert. En als dat nu niet kan, wil ik dat in de voortgangsrapportage inzichtelijk hebben gemaakt. En dat de minister dus ingaat op de aantijgingen, misschien is dat misschien niet het juiste woord, maar zo komt het wel over, van Argos op de geschetste FTE's aan zedenrechercheurs. Dus ik hoor de minister ook zeggen, ja, de Nederlandse politiebond die vermoedt dat die gelden worden gebruikt om de pensioengolven bij de zedenrecherche op te vangen. Dat klopt niet. Ik geloof je op je bruine ogen. Uiteraard, maar ik wil dat de minister via u, voorzitter, toch even ingaat. Hetzij nu, hetzij, maar misschien is dat misschien beter als ze dat schriftelijk doet tijdens die voortgangsrapportage. Ja, dank u wel. De minister. Voorzitter, wij komen er altijd op terug via de voortgangsrapportages. Dus mevrouw Moedler hoeft inderdaad mij nu niet aan mijn woorden op mijn woord te geloven. Wat Argos doet is bezetting en formatie door elkaar halen. En dan krijg je cijfers die niet kloppen. Waar het over gaat is dat de motie klaar gaat over nieuwe mensen. Ik heb hier de aantallen voor mij staan, maar die zijn ook eerder gedeeld met de halfjaarsrapportage. De uitvoering van die motie ligt ook echt volledig op schema. En zoals altijd zullen we ook zorgen dat we in het halfjaarsrapportage nu in juni van de politie dat weer updaten. Maar ik zou de Kamerleden graag dat mee willen geven. Er is echt, het moment dat je formatie en bezetting door elkaar haalt, dan lopen de cijfers niet synchroon met hoe we het met elkaar moeten volgen. Het is wel een ingewikkeld debat, dat geef ik zelf meteen toe. Maar daar zit het hem in. Dus mocht het gewend zijn, dan kan ik de cijfers nu ook noemen. Dus het antwoord is er nu prima te geven. En het komt ook altijd terug in die 6 maandelijkse rapportages over de politie en de ontwikkeling, zoals we de afgelopen jaar ook hebben gedaan. Ja. Oké, dan doen we dat. Verder. Ja. Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot werkvoorraden seksuele misdrijven bij de politie? Was zowel vraag van de VVD als PvdA. De politie had in 2021 12.900 geregistreerde incidenten. En in 2022 15.523. Een geregistreerd incident betekent niet dat het altijd tot een aangifte komt. Deze registraties bestaan uit meldingen van burgers met betrekking tot zedenmisdrijven of grensoverschrijdend gedrag, maar kunnen ook adviesvragen aan de politie zijn of burgers die meldingen doen namens een slachtoffer. Het kan ook zijn dat politiemedewerkers zelf hun bevindingen registreren als een melding.
In 2021 zijn in totaal 3059 aangiftes gedaan. In 2022 is het aantal aangiftes gestegen met 410 ten opzichte van 2021. Dus dat was in 2022 in totaal 3469. Het totaal aantal zaken dat de politie op 2 juni 2022 in voorraad had, was 3361. En de voorraad op 1 januari 2023... 3445. In mijn brief van 6 juni, want ik noem een aantal getallen, maar gelukkig rapporteren we hier ook regelmatig over, zodat je het ook terug kunt lezen, wat natuurlijk een stuk beter is voor Kamerleden om daarna te kunnen volgen. In mijn brief van 6 juni 2022 informeerde ik uw Kamer ook dat het aantal zaken langer dan 6 maanden in voorraad 694 was. En op 1 januari, half jaar later, was dat 856. Dus dat zijn de huidige zaken. En we blijven, zoals net gezegd, fors alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de termijnen zo kort mogelijk zijn. Dan de vraag van mevrouw Mutler over inzet herstelbemiddeling. Op welke wijze vindt de intensivering van herstelrecht plaats binnen het zedendomein? In zedenzaken is er een intensivering zichtbaar als het gaat om de inzet van herstelrecht. Zo staat de zedenpolitie bij iedere melding van een zedendelict stil bij de mogelijkheid van herstelrecht. De zedenpolitie zorgt er daarnaast voor dat in alle zedenteams kennis over herstelrecht aanwezig is en dat deze kennis ook geborgd is. De toenemende aandacht van herstelrecht bij de zedenpolitie zorgt onder andere voor stijging van het aantal aanmeldingen van zedenzaken bij perspectief herstelbemiddeling. En zo heeft perspectief herstelbemiddeling in 396 zedenzaken uitgezet bij bemiddelaars. En vorig jaar, nee, in 2021, waren dit er 231. Dus daar is een stijging zichtbaar. En dat gaat ook altijd natuurlijk vanuit primair het slachtoffer. Waar heeft betrokkenen ook behoefte aan en recht op? Ja, mevrouw Moedler. Ja, kort, dank voor die aantallen. Daar heb ik inderdaad concreet naar gevraagd. En heel positief om te horen dat meer gebruik wordt gemaakt van herstelrecht. Betekent dat, voorzitter, aan de minister dat perspectief herstelmiddeling daar ook vergoed wordt? Of ik weet niet of ze het redden, hoor, met de mensen en de capaciteit die ze hebben om al die aanvragen aan te kunnen. Want we zien heel veel zaken plankzaken worden. En als ze op deze wijze getackeld kunnen worden, dan zul je dus ook eventueel het strafrechtketen ontluchten, zeg ik even. Maar met name zorgen dat slachtoffers genoeg doening krijgen. Daar gaat het mij met name om. En wellicht zelfs recidieve gedrag voorkomen. Dus wellicht kan de minister daar ook even een korte reactie op geven. Dank u wel, de minister. Ik begrijp de vraag heel goed. Zou het ook kunnen, want de herstelbemiddeling is ook een belangrijk onderdeel van actieplan van de ketenaanpak zeden van de hele strafrechtketen. En daar komt voor de zomer weer informatie richting de Kamer. Is het ook goed als ik daar dan op inga? Want dan kan ik ook op deze specifieke vraag ingaan en dan weten we ook de stand van zaken op dat moment. Dat is akkoord. Dan ga ik nu naar mijn tweede mapje en dat gaat over het actieprogramma. Waarbij ik mijn best zal doen om daarop in te gaan. Dat is natuurlijk van mevrouw Hamer en primair OCW en SZW. Maar wij zijn vanuit Justitie en Veiligheid natuurlijk daar erg nauw op aangesloten. Het actieprogramma is vooral gericht op agenderen, preventie, juist aan de voorkant. Wij zitten vanuit Justitie en Veiligheid als sluitstuk aan de achterkant, zeggen wij altijd. Maar dat moet natuurlijk wel op elkaar aansluiten. Ik heb hier de vraag van mevrouw Mutler. Die zei, ja, we bespreken nu een belangrijke initiatiefnota, maar er is ook een actieprogramma en loopt het allemaal niet dwars door elkaar heen? Ik denk het niet. Het is natuurlijk wel aan de departementen, zoals mevrouw Van der Werf ook aangaf, om de acties goed op elkaar af te stemmen en te zorgen dat de integraliteit die we nastreven, dat die ook echt effectief is en dat het niet uiteindelijk betekent dat we elkaar in de weg lopen. Maar deze nota zie ik ook vooral als een hele goede aanvulling op al die elementen die gaande zijn. En het is ook goed om te zien dat er op deze manier vanuit de Kamer betrokkenheid is op het belangrijke onderwerp. En dat de Kamer ook nog daarbij niet alleen betrokkenheid toont, maar ook accenten aangeeft en bepaalde zaken extra onderstreept. Dus dat is denk ik alleen maar ook goed voor het programma of het traject van mevrouw Hamer. En er was gezondheid. Daar was ook de vraag van mevrouw Mutler wat mevrouw Mariette Hamer van de initiatiefnota, wat haar reactie daarop zal zijn. Of en hoe in welke vorm zij gaat reageren, dat laat ik bij haar. Maar dat past natuurlijk ook bij haar rol als onafhankelijke regeringscommissaris. Maar er zal natuurlijk ook een debat zijn over het actieprogramma. Ik kan me zomaar voorstellen dat elementen daar langskomen.
Dan had mevrouw Michon de vraag over voorlichting bij universiteiten. Ze zei, bent u ook van mening dat seksuele voorlichting niet alleen een taak is van het funderend onderwijs? Lijkt mij inderdaad van groot belang dat ook op universiteit aandacht wordt besteed aan seksuele voorlichting. En er zijn ook mooie ontwikkelingen op dat gebied gaande. Zo gaat de Universiteit van Maastricht vanaf dit jaar alle eerstejaarsstudenten voorlichten op dit gebied. En verricht een organisatie als Gelijkspel heel mooi werk door studenten in het verenigingsleven voor te lichten en het gesprek aan te gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En bij het voorbereiden van deze antwoorden hoorde ik van verschillende collega's, ambtelijke collega's, dat hun kinderen al kennis hadden gemaakt met dergelijke programma's. Dus het bestaat echt ook nog eens. En minister Dijkgraaf gaat dergelijke initiatieven stimuleren om te zorgen dat dit op alle onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs het geval is. Het hoger onderwijs, dat weet u, kent geen curriculum met kerndoelen zoals het funderend onderwijs. Maar het is zeker wel mogelijk om goede initiatieven te stimuleren, te faciliteren en te ondersteunen. En ik heb ook begrepen dat dat ook binnenkort richting de Kamer zal komen via mijn collega van OCD, hoe dat eruit zal zien. Dan had ik een vraag van mevrouw Van der Laan. Dat de ophef rondom lentekriebels, daar is mevrouw Van der Werf ook op ingegaan. En laat ik vanuit het kabinet zeggen dat wij het ook ontzettend belangrijk vinden dat kinderen leren over seksualiteit, hun eigen grenzen, gevoelens. En dat zij kunnen aangeven wanneer een ander over de grenzen heen gaat. Dat ongeveer de kern is natuurlijk van zo'n programma. Dus kinderen moeten ook de vrijheid hebben om te zijn, wie ze willen worden en om verliefd te zijn op wie dan ook. Scholen hebben een nadrukkelijke rol in de seksuele vorming van kinderen. Vanuit de kerndoelen zijn ze ook verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, waaronder seksuele diversiteit. En het is aan scholen zelf hoe zij dat doen. En de week van lentekriebels is een goede manier om hier aandacht aan te besteden. Ik vind het wel belangrijk om hier ook nog eens te benadrukken, dat is al eerder gedaan, maar dat het kabinet echt ferm afstand neemt van de bedreigingen aan het adres van leraren, onderwijsprofessionals, medewerkers van Rutgers. Het is echt onacceptabel. En ik vind het echt verschrikkelijk dat we af en toe lijken te gaan in dit land richting, als je ergens niet mee eens bent of je snapt het niet of je plakt er een complot op, dat dan je eerstvolgende antwoord is bedreigen van mensen. Pure armoe. Ik heb er echt van gewacht. Mevrouw Moutler, signalering seksueel geweld, maatschappelijke beroepen, kappers. Ja, dat is vroeg signalering eigenlijk vanuit elke. Haal ik het? Was het niet van u? Excuus. Nee, niet buiten de microfoon, maar ja. Maar u had hem ook gesteld kunnen hebben. Ja. Sorry. Sorry, mevrouw Van der Laan. Maar dat ging over vroegsignalering bij verschillende branches, waarbij de kappers een belangrijk voorbeeld is. Vroegsignalering en laagdrempelige hulp zijn essentieel bij het bestrijden van en voorkomen van seksueel geweld. Het signaleren is niet altijd even eenvoudig. Dat is heel complex. En voor slachtoffers is de drempel om erover te praten of hulp te zoeken erg hoog. Het Radboud UMC voert momenteel een onderzoek uit naar de mogelijke rol van kappers specifiek in de aanpak van huiselijk geweld. En in 2020 speelde het vraagstuk ook. En uit gesprekken destijds met de kappersbranche bleek dat zij voor zichzelf daar geen kerntaak in zagen. Dat vonden zij in die zin als doel een ingewikkelde. In het kader van het Nationaal Actieprogramma worden de resultaten van het onderzoek van Radboud met interesse ook natuurlijk tegemoet gezien. En dat zal ook door VWS en SZW, indien die uitkomsten aanleiding daartoe geven, worden besproken met relevante betrokkenen, zoals werkgevers en werknemers. Dus in het verleden is daar wel naar gekeken, maar het is weer op de agenda en dat volgt via de andere ministeries. Dan de vraag over de landelijke financieringscentrum seksueel geweld. En daar is het net eigenlijk al over gegaan, maar laat ik ook aan mijn kant het antwoord daarop geven. Met de voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis van december 2021 heeft de Kamer de uitkomsten ontvangen van het onderzoek financieringscentrum seksueel geweld en het onderzoek toekomstbestendig centrum seksueel geweld. En de reactie op deze rapporten wordt op korte termijn door verschillende collega's van mij, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Rechtsbescherming aan uw Kamer verzonden. Dus zij zijn met elkaar nu bezig om te kijken hoe zij daarop zullen reageren. En in die reactie wordt ook ingegaan op de gesprekken die worden gevoerd op dit moment tussen gemeenten, Centrum Seksueel Geweld. En dat zal ook gaan over uniformering van de begrotingen en het meerjarig commitment van gemeenten. Dus eigenlijk wat hier ook als echt bespreekpunt op tafel werden gelegd, daar moet je dan wel een samenhangend verhaal op hebben. Nou, daar zijn de collega's van VWS en de minister van Rechtsbescherming dan ook mee bezig. Dus dat verwacht ik ook, ik neem aan voor de zomer. Ja, goed.
Dat heb ik dan hierbij toegezegd namens andere collega's. Maar dat komt ook snel richting u. Dan had ik een vraag van mevrouw Van der Laan over het beschikbaar blijven van het telefoonnummer. De genoemde publiekscampagne waar het over ging, vormt onderdeel van het Nationaal Actieprogramma. En ook daar zullen de coördinerende bewindspersonen van OCW en SZW op terugkomen tijdens het debat in mei. Dus zij nemen dat daarin mee. Even kijken. Volgens mij nog wel, mevrouw Van der Laan, nog even over het versterken van de landelijke functie van het Centrum Seksueel Geweld. En dat kwam eigenlijk ook in de gesprekken met mevrouw Van der Werf al goed langs. Dat je ziet dat de samenleving breed echt een ontwikkeling is waarin steeds meer aandacht ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. En dat naar aanleiding van het Nationaal Actieprogramma Seksueel Geweld en grensoverschrijdend gedrag en het wetsvoorstel seksuele misdrijven, dat we daar ook echt een hogere instroom verwachten van hulporganisaties. Voor de verwachte hogere instroom is structureel al 1 miljoen beschikbaar gesteld. En dit bedrag komt bovenop het bedrag van 1,5 miljoen dat in 2020 structureel is toegekend in verband met de verhoogde instroom door de aandacht voor het onderwerp in de media. En de mogelijke knelpunten die daarnaast nog bestaan zullen dan ook meegenomen moeten worden in die trajecten die ik zojuist noemde. En volgens mij was ook nog specifiek de vraag of bijvoorbeeld zorgverzekeraars en dergelijke daarbij betrokken zouden zijn. En dat het allemaal meegenomen door de collega's van VWS in hun beleidsreactie als het gaat over dat specifiek dan de pilot eigen risico seksueel geweld. Volgens mij had ik daarmee de kernvraag beantwoord. Ja, ik kijk ook eventjes, dank ook voor die beantwoording. Ik kijk even naar de Kamerleden of alle vragen die u gesteld heeft aan de minister beantwoord zijn. Nee, mevrouw Van der Laan. Nee is misschien wat kort door de bocht, voorzitter. Ik wil even kijken of ik de juiste conclusie trek samen met de minister. Want ik heb in ieder geval aangegeven dat ik de oproep van mevrouw Van der Werf ondersteun om te komen tot een borging van de landelijke functie van het Centrum voor Seksueel Geweld. En daar heb ik aan de minister gevraagd, of in ieder geval geconstateerd, dat de minister daarin nog twijfelend was. En of er dan andere manieren zijn, nu heb ik de beantwoording gehoord. En klopt dan mijn conclusie dat wij samen denken dat Centrum voor Seksueel Geweld de route is om die landelijke functie op dit gebied te borgen. Dank u wel. De minister. Voorzitter, het is... Nee is nu vanuit mijn kant ook weer te hard antwoord, maar daar kan ik niet op vooruit lopen. Het is in ieder geval door de verwachte hoge instroom hebben we ook met elkaar gezegd structureel 1 miljoen beschikbaar te stellen en te blijven zorgen dat het centrum ook die centrale rol speelt. Maar dit moet verder met de collega's van VWS, maar ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gesprekken die gaande zijn met het centrum. Moet ook bekeken worden wat voor rol, wat voor borging ziet daar dan, hoe ziet dat dan eruit. Dus dan zou ik er nu dan te ver op vooruit lopen. Dank u wel. Volgens mij zijn er geen andere vragen meer, dus daarvoor dank. Dan dank ook voor de beantwoording, minister. Dan ga ik naar de tweede termijn van de zijde van de Kamer. Ook het moment om, als u moties heeft, om die ook in te dienen en op te lezen. En dan hebben we een bode die dat ook daarin zal begeleiden. Mevrouw Michon Derksen van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik dank de initiatiefneemster en ook de minister voor de beantwoording. En nogmaals, we zitten hier ook vandaag op basis van de nota van initiatiefneemster. En ook, we zien maar weer hoe nuttig het is en hoe goed het is om dat een keer integraal te bespreken. Dus dit zijn allemaal arbeidsintensieve initiatieven, maar zeer veel dank. Zeer gewaardeerd en ook heel goed. En ik denk dat het... Kijk, mijn pleidooi ook in mijn eerste termijn was dat we hebben denk ik op papier alles wel goed in de steiger staan. Of we weten wat ons te doen staat en de praktijk is weer barstig. En daar... Ja, zal ik op blijven hameren. Zo kijk ik uit naar die voortgangsbrief in juni van dit jaar over die strafrechtketen. Die moet beter functioneren. Ik ben kritisch op de rol van de basisscholen. Omdat die er nog te makkelijk onderuit komen. En hier ondanks aangescherpte kerndoelen gewoon niet over kunnen spreken. En ik vind dat waar het gaat om hulpverlening, kijk ik zeer ook uit naar de informatie voor de zomer. Ik hoop dus dat we daar een netwerk aan hulpverlening hebben die alles sowieso kwalitatief goed als basis heeft. En waarbij dus aan de hand van de behoeften van het slachtoffer ook altijd goede toegang is. En die hulporganisaties elkaar helpen in plaats van ook beconcurreren. En dan volgt ook wat mij betreft ook
daar het geld ook bij. Daar sta ik ook zeer achter. Dus waar ze ook een taak vervullen, daar moet dan ook de financiering naartoe. Ik was positief verrast ook door het antwoord van de minister over de rol van de universiteit en het initiatief in Maastricht. Ik heb één motie, voorzitter, om ook daar minister Dijkgraaf via deze minister aan te moedigen om aan de gang te gaan met die universiteiten, of in ieder geval dat voor te zetten. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 vrouwelijke studenten in Nederland tijdens de studietijd slachtoffer wordt van verkrachting en dat een veelvoud hiervan te maken krijgt met seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Overwegende dat in veel Angelsaksische landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië, veel effectieve maatregelen zijn genomen om seksueel geweld tijdens de studententijd in deze landen te voorkomen. Overwegende dat deze ontwikkeling mede is ingegeven door de cultuur van het leven van studenten op campussen. Constaterende dat in de Verenigde Staten sinds 1972 onder Title 9, moet ik dan zeggen, titel 9, verplichte voorlichting over seksueel overschrijdend gedrag de norm is. Evenals een onafhankelijke, laagdrempelige procedure waar studenten en medewerkers terecht kunnen met meldingen over seksueel overschrijdend gedrag. Overwegende dat op sommige universiteiten in Nederland al wordt geëxperimenteerd met verplichte voorlichting over seksueel overschrijdend gedrag. Overwegende dat effectieve maatregelen om slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag te helpen nog niet op alle universiteiten zijn geïmplementeerd, waardoor bijvoorbeeld contactverboden of campusverboden niet kunnen worden opgelegd aan vermoedelijke daders. Verzoekt de regering te onderzoeken welke onderdelen van Title 9 toepasbaar kunnen zijn in de Nederlandse situatie en de Kamer hierover te informeren voor 1 januari 2024 en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, deze motie heb ik mede ingediend met mijn collega Van der Woude van de VVD. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan wij door naar de volgende partij, mevrouw Moetwerf van de PvdA. Ook mijn dank, voorzitter, voor dit initiatiefvoorstel van mijn collega Van der Werf. De beantwoording van de vragen door haar en door de minister. En mijn waardering ook voor alle medewerkers die hieraan hebben gewerkt. Want die mogen ook niet vergeten worden. Dat gezegd hebbende, voorzitter, ben ik heel blij dat we dit onderwerp over seksueel geweld, seksuele mishandeling, grensoverschrijdend gedrag de komende maanden, jaren regelmatig met elkaar gaan voeren. In mei en met de regeringscommissaris voor de zomer hopelijk de wet seksuele misdrijven die we gaan bespreken. Het is alleen maar nodig, dat blijkt. Ik heb heel nadrukkelijk in mijn bijdrage aangegeven dat ik het heel erg belangrijk vind dat de eerste lijn goed en adequaat reageert op het moment dat er sprake is van seksueel geweld. Dat slachtoffers direct geholpen worden en dat er ruimte is voor hun herstel. Daar heb ik een motie voor, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek blijkt dat slachtoffers en daders die hebben deelgenomen aan mediation in strafzaken en herstelbemiddeling in staat zijn de gebeurtenis beter te verwerken en het incident meer los te laten. Overwegende dat 85% van alle slachtoffers en daders die een mediation of bemiddeling zijn aangaan tevreden tot zeer tevreden zijn met het verloop. Constaterende dat de meeste slachtoffers niet van het bestaan van mediation in strafzaken en herstelmiddeling afweten, verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de optie van mediation in strafzaken en herstelbemiddeling nog breder bekend wordt onder slachtoffers van seksueel geweld. En het gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Van der Werf en Ellemeet. Want ik heb vandaag ook het woord gevoerd namens GroenLinks. We hebben het ook uitgebreid over het CSG gehad. Ik heb ook in mijn bijdrage gezegd, ik draag een ontzettend warm hart toe voor het Centrum Seksueel Geweld. Ze doen goed werk, samen met andere ketenpartners, dus ook slachtofferhulp. En je moet ze, je moet die netwerkorganisaties verstevigen om dit aan te kunnen. Ik ben blij dat VWS en volgens mij een andere ministerie, was het VWS en? Oh ja, OCDW, nog ingaan op de financiering van het CSG. Ik heb wel een motie voor CSG onder, voor kinderen, voor 16-min. Ik hoop dat de minister dat met name ziet als een stimulans, hè, richting haar, of hoe zeg je dat? Ik hoop dat ze dit over kan brengen aan haar collega's. Zodat ze met name ook kijken naar die financiering van CSG voor kinderen onder de 16 jaar. Wat net iets anders is volgens mij, dat is mijn aanname, dan bij volwassenen. De Kamer gehoort de beraadslaging, overweging dat met name bij seksueel geweld jegens kinderen goede en voldoende medische, forensische en psychische zorg geboden moet worden door CSG's.
Overwegend dat op dit moment de gecombineerde medische forensische en psychische zorg bij kinderen onder de 16 niet altijd afdoende gedekt worden door zorgverzekeraars en gemeenten, verzoekt de regering om in samenspraak met de zorgverzekeraars en gemeenten te bewerkstelligen dat er eenduidige afdoende financiering komt voor forensische, medische en psychische zorg voor kinderen onder de 16 jaar en de Kamer daarover te informeren, mede ondertekend door Ellemeet. En dat was het, voorzitter. Dank. Dank u wel. Dan D66. Voilà. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan mevrouw Van der Werf en aan de minister voor de correcte beantwoording. Ik denk dat we hier met hele betrokken mensen aan tafel zitten om dit pijnlijke en gevoelige onderwerp in de maatschappij te bespreken en het een beetje beter te doen. Ik vind ook dat we het met elkaar een beetje beter kunnen doen. Dus mijn moties zullen er ook op gericht zijn om een beetje te duwen. Want ik vind wegkijken geen optie als je ziet wat er maatschappelijk aan de hand is. Want wat we aan de ene kant heel veel verwachten van bijvoorbeeld vrijwillige sportverenigingen. Hoe ze die hele structuur moeten optuigen. En dat dan bijvoorbeeld een kappersbranche op dit moment nog zegt, wij zien geen taak voor ons op dit maatschappelijke probleem. Daar kan ik gewoon met mijn pet niet bij. Ik vind dat we met elkaar niet meer mogen wegkijken. En daarom zal ik ook in mijn moties, de grove lijn is, duwen, zodat we uiteindelijk een hele grote sneeuwbal in onze maatschappij aan het rollen krijgen. Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de onderwijsinspectie in 2016 al concludeerde dat de lessen seksuele vorming ondermaat zijn en dat er sindsdien niets is veranderd aan de kerndoelen ten aanzien van seksualiteit. Overwegende dat het kabinet in de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de Werf Let's Talk About Seksueel Geweld toezegt te werken aan aanscherping van de kerndoelen ten aanzien van seksualiteit, het verbeteren van de sociale veiligheid, het toegankelijk en bekendmaken van effectieve lesmethodes en het ondersteunen van leraren bij het doseren over seksualiteit en gelijkwaardigheid, verzoekt de regering deze toezeggingen uit te werken in een voorstel waarin duidelijk wordt hoe effectieve lesmethoden laagdrempelig, toegankelijk en bekend worden gemaakt en hoe deze aansluiten op de aangescherpte kerndoelen en de Kamer daarover in het najaar van 2023 te informeren. Er gaat over tot de orde van de dag, Van der Laan en Van der Werf. Dan de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat het consultatiebureau de enige plek is waar ongeveer 95% van alle kinderen tussen de geboorte en het vierde levensjaar geregeld naartoe gaat. Constaterende dat meer dan de helft van de JGZ-professionals de afgelopen 2 jaar seksueel geweld heeft opgemerkt bij kinderen, jongeren of hun ouders. Overwegende dat zij volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen aanlopen tegen een gebrek aan handelingsperspectief. Overwegende dat het kabinet in de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de Werf Let's Talk About Seksueel Geweld toezegt dat in het kader van het Nationaal Actieprogramma zal worden bezien hoe signalering door consultatiebureaus kan worden versterkt, verzoekt de regering een voorstel te doen voor het versterken van de signaleringsfunctie van consultatiebureaus en het handelingsperspectief voor JGZ-professionals bij vermoedens van seksueel geweld en de Kamer daar in het najaar van 2023 over te informeren. En gaat over tot de orde van de dag, Van der Laan en Van der Werf. En dan heb ik er nog één, voorzitter. Tot slot. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat jaarlijks ongeveer 100.000 mensen slachtoffer zijn van seksueel geweld, dat 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen ooit is verkracht en dat 1 op de 3 kinderen jonger dan 18 jaar een vorm van seksueel misbruik heeft meegemaakt. Overwegende dat de Landelijke Stichting Centrum Seksueel Geweld essentiële hulpverlening biedt aan deze slachtoffers middels een 24/7 beschikbare telefonische hulplijn en anonieme chat, een landelijk expertisecentrum en ondersteuning aan de regionale centra seksueel geweld. Constaterende dat deze functies nu afhankelijk zijn van regionale financiering en onder druk staan door de grote jaarlijkse toename in meldingen van slachtoffers. Constaterende dat de minister van Justitie en Veiligheid verwacht dat er door het wetsvoorstel seksuele misdrijven en in toenemende mate een beroep zal worden gedaan op het Centrum Seksueel Geweld. Verzoekt de regering met een voorstel te komen om de landelijke stichting Centrum Seksueel Geweld te versterken en de Kamer daarover te informeren voorafgaand aan de behandeling van de begroting Justitie en Veiligheid voor 2024. Er gaat over tot de orde van de dag. Van der Laan, Van der Werf en Michon Derksen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk eventjes naar minister en initiatiefneemster. Heeft u behoefte aan even een korte schorsing? Even niet alle motie.